Hallo, leuk dat je weer kijkt. Ik zag deze week zoiets cools op de tv. Stockcar racing. Stockcar racing, dat zijn auto's, die zien er niet uit. Scheve wielen en een raar dak. En dat komt, die auto's zijn gemaakt van auto-onderdelen die over waren. Nou, en dan dacht ik... Ik heb nog een oude scootmobiel staan en een oude strijkplank en een oud droogrek. Dus ik ga vandaag mijn eigen stokscootmobiel in elkaar lassen. En dan ga ik racen tegen Louise, mijn buurvrouw. Is dat niet super vet? Hier, dit is hem. Ik heb hem vorig jaar nog heel veel gebruikt, maar nu staat hij gewoon te verstoffen. Ik zet de camera even neer en dan ga ik even lekker klussen. Super vet geworden. En nu even Louise halen. Louise, heb je hem al af? Je stokscootmobiel? Ja, wat dacht je? Daar staat hij. Kijk, ik heb mijn scootmobiel verbouwd met onder andere mijn antieke servieskastje heb ik hier. Een droogrek, mijn oude pannenlappen. Nou, voilà, dat is hem. Prachtig. Zullen we dan nu maar gaan stokscootmobiel racen? Ja, wat dacht je? We gaan dus een rondje racen rond onze seniorenwoningen. Gewoon één blokje. En wie het eerst hier weer terug is, heeft gewonnen. Dit is Harry. Die gaat me helpen met filmen. Oh ja, de camera even vast, Har. Ja, dat is goed. Rechtop, hè? Klaar voor de start. Af! Het die reed door! Kijk uit! Man. Je reed tegen mij aan, man. Ik gaf je alleen maar een klein zetje, zeg. Ja, dat noem jij een zetje. Dat is een botsing, man. Ja. Nee, ik vind echt helemaal geen bal. Oh, nee, het is mijn schuld. Het is maar een spelletje. Ja, een spelletje. Maar jij doet niet alsof het een spelletje is. Jij doet alsof het echt is. Ik ben geen verstappen. Doe het niet zo flauw. Het was net zo leuk. En je ging goed, Louise. Louise! Nou, mensen, je ziet het. Voor een echte stokscootmobielrace moet je kennelijk tegen een stootje kunnen. Dit was Vloggen met Hetty. Tot de volgende week. En nog even duimpje omhoog, hè. Dat is dat plaatje met dat duimpje. Laters!